Steven van den Berg van Mummy's Tree hier. Ik wil je graag iets uitleggen vandaag. En namelijk het riffje van onze single New Song. Dat is een heel leuk riffje om te spelen. En ik zou graag willen dat iedereen ervan kan genieten. Ik heb het ooit bedacht. Toen ik een setje pleksums bestelde op AliExpress. Dat waren hoornen pleksums. Die lagen heel lekker in de hand. Kan ik niet laten zien, want die pleksums zijn intussen kapot gegaan. Dat was een setje van 10 stuks. Maar hier hebben ze toch geïnspireerd om dit riffje te spelen. Goed, hij gaat als volgt. Het is in principe 4 akkoorden. En daar overheen een melodielijn. 4 akkoorden zijn E mineur. Een D akkoord. En dan krijg je de A mineur. Die speel ik hier in de riff. En dan krijg je uiteindelijk de B mineur. Op de 7e positie. En dat dan gecombineerd met een loopje. Een melodietje waar veel pull-offs en hammer-ons in zitten. Voornamelijk pull-offs, 1 hammer-on. Een pull-off is als je een noot aanslaat en dan die noot wegtrekt. Er zitten zelfs veel dubbele pull-offs in. Het gaat als volgt. Ik zal hem even langzaam spelen. Ik begin in de 7e positie. Wijsvinger op 7. Pink op 10. Dubbele pull-off. Akkoord. Hetzelfde nog een keer. Hammer on op 5. Gewoon 3 noten aangeslagen. A mineur. Weer pull off. Terug naar daar. De B mineur. Nog een keertje. Daar maak ik dan een hammer on. Ik kan ook doen gewoon een aangeslagen noot op het 10e vakje van de 2e snaar. Maar ik heb het gewoon zo bedacht omdat ik dan ook meteen bij het akkoord zit wat ik moet hebben. Vind ik zelf wel makkelijk. Als volgt gaat hij dan snel. Oké, dat was die. Ik hoop dat je het kunt volgen. Kijk anders het filmpje terug of kijk naar de bladmuziek die erbij zit. En veel plezier vooral. En tot ziens. Doeg!